De regering noemde terecht het opblazen van de dam in Oekraïne een oorlogsmisdaad. Maar weigert nu om het afsluiten van 2 miljoen Palestijnen in Gaza van voedsel, water en medicijnen een oorlogsmisdaad te noemen. En ik constateer daarmee dat we in de richting van Israël als Nederlandse regering ons niet zo stellig uitdrukken als in de richting van andere landen. En ik vraag de minister waarom dat het geval is. Het gaat hier om een fluïde conflict wat loopt op dit moment. En dan kan je dergelijke conclusies op dit moment niet trekken. De regering heeft de beschieting van een ziekenhuis in Oekraïne een oorlogsmisdaad genoemd. Opblazen van een dam, het mensen niet verschaffen van voedsel, heeft dat misdaden genoemd. En waarom wordt dat wel gedaan in de richting van Rusland, maar niet gedaan in de richting van de Israëlische regering op het moment dat overduidelijk van een oorlogsmisdaad is? Waarom is er sprake van die dubbele maat? Stop daarmee. Wil ik in de richting van de Nederlandse regering aangeven, noem een oorlogsmisdaad een oorlogsmisdaad.